ongelooflijk wat hij voor elkaar brengt. Op deze jonge leeftijd, nog 300 meter. Hij schudt het hoofd. Hij gaat nog eens op de klappen lopen. Remco Evenepoel rond een enorm goudsmina. Remco Evenepoel is de beste coureur van 2022. Hij heeft Lui Bastelaat gewonnen. De Classica San Sebastian, de Vuelta, en is nu wereldkampioen. Vier keer de mens, wereldkampioen, gewoon niet te doen. Ongelooflijk. Heerlijk, wat een moment. Ongelooflijk. Ja. Wat vind je ervan? Maar ja, geen woorden. Ik wil er van genieten. Ongelooflijk. Fred, jij kent Remco al lang, hè? Vertel een keer. Ja, het is te zeggen, ik was zijn eerste verzorger als hij in het wielrennen stapte. Hij kwam als voetballer in de kleedkamer bij mij. En al die wielrenners die dat doen van de ploeg. Wie is dat? Wie is dat? Maar zijn naam was rap gemaakt. Na 3-4 koersen deed hij dan reeds mee in de interclubs. Won hij interclubs. En toen al was te zien wat een motor dat hij had. Ja. Toen al. En, ja, ik herinner mij in Baskeland, als hij de koninginrit won, al de journalisten stonden bij mij, kwam alleen binnen. En al die journalisten, wie is dat? Zeg, ja, die was nog, verleden jaar was hij nog voetballer. En iedereen was verstomd. En vanaf dan is het in feite altijd bergop gegaan. En ja, je ziet nu wat het resultaat is. Hè. Dus jij hebt dat een beetje voorspeld? Ja, gezocht. Ik zag dat, allee, ze zullen er nog zijn. Maar ik had recht gezien dat dat wel, omdat ik al heel lang in het wielrennen zit, zo iemand had ik nog nooit niet gezien. In first place, UCI World Champion and winner of the gold medal, representing Belgium, Remco Evenepoel! Remco Evenepoel is wereldkampioen. De tranen komen, de vuisten worden gebald. Hij heeft die eerste regenboogtrui te pakken. Uit handen van David Lapartien, de voorzitter van de UCI, mag hij zijn trui aannemen. Hey José, je vingertje gaat. Wel, ik denk dat ze in Eigelen daar wereldkampioen is. De exponent van het nieuwe wielrennen. Absoluut. Begenadigd voetballer, maar uiteindelijk toch gekozen voor een wielercarrière. Agna, ik heb gemerkt dat jij geen seconde van de beelden hebt gemist, hè? Ja, nee, natuurlijk niet. Ja, dat willen we ook niet, hè. Het is koers, dus dat moet je van begin tot einde. We hebben dan niet gaan slapen. Dus wij hebben de nacht doorgedaan en van de eerste minuut tot de laatste minuut zitten wij voor tv, natuurlijk. Hè. Ja, dit is een droom. Zag je tijdens de koers dat het erin zat? Ja, tuurlijk. Ja, je moet er altijd in geloven. Hè. Dus hij heeft er alles voor gedaan. Heel het seizoen lang al. Het is een jaar. Een onvergetelijk jaar. Oké, hier ja, is het met de Belgen. Dus zij hebben een scenario. Het scenario moet gevolgd worden. En ja, we hebben gezien dat eerst Wout van Aert weg was. Hè. Dus met een groep, kopgroep. Dus ja... Dat was waarschijnlijk het eerste scenario, dus en ja, kijk, ja, hij heeft het afgemaakt, dus ja, beter kan het niet, hè. Ja, nee, inderdaad. 4 jaar geleden wereldkampioenschap bij de junioren, 4 jaar later bij de profs, niemand doet hem dat na. Ja, nee, ja, het is altijd een droom in je carrière natuurlijk. Het mooie is natuurlijk van... Ja, hij is Philippe Gilbert, zijn opvolger van Luik Bastenaken-Luik. En kijk nu, hè, dus Philippe Gilbert heeft het zelf uitgesproken. Het zou mooi zijn dat hij mij kon opvolgen. Ja, hij heeft het ook gedaan. Dus is het toeval of niet? Ik weet het niet, maar alles lukt dit jaar. Dus het zal wel te wijten hebben aan een goede winter. Hè. Goede wind of goede benen, goede mentaliteit. Nee, goede winter. Hè. Dus, hij heeft een hele goede winter gehad. Ja, dus ja. Daaraan zie je dat dat ook heel belangrijk is, hè, in het seizoen. En alles gevolgd hebben zoals het moet. Dus, ja, oké. Okay. En er komt wat vakantie aan, ook voor hem? Ja, dat hopen we. Hij moet zo snel mogelijk in verlof kunnen gaan. Ja, dus je gaat hem met open armen ontvangen en verwennen waarschijnlijk.
Ja, wij doen, wij blijven eigenlijk met hem altijd doen zoals, zoals elke mama of elke papa zou doen. Het is niet omdat hij wereldkampioen is dat hij meer of minder gaat krijgen. Maar het is nu 6 weken lang dat we hem eigenlijk niet meer gezien hebben. We hebben hem altijd met mondmasker en knuffel kon er niet aan te pas. Het was een boksje van hier, een boksje van daar. Dus het eerste dat wij gaan doen is hem eens heel goed en warm ontvangen zonder mondmasker en een goede dikke knuffel. Zit jij ook supporter van Remco Evenepoel? Ja, vertel een keer. Is het een goeie? Ja? En wat heeft hij gedaan vandaag? Ja.